Hotel Sierra 180 en back track is approved. De running time is 5. Kijk, hier woon ik, waar die rode auto in de bocht staat, daarvoor. Oh ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Het is groen achter het huis. Ze zeggen wel eens dat er in Oost-Groningen nooit wat te doen is, maar dat is natuurlijk onzin. Het beste bewijs is mijn inmiddels nu wel goede vriend Willy. Hij is de meest romantische vrijgezel die ik ken. Goedemorgen. Goeiedag. Jullie zijn er al. Wij zijn van Paradijsvogels. Ja. Wat een leuke beestjes. Ja, ik ben net met mijn dier een beetje bezig. Sorry, joh. Wat zijn dat voor beesten? Dit zijn fretten. Dat zijn vreetjes. Dat zijn mijn kinderen. Die is goed, van Doris D. Die nemen we. Dat heb jij toevallig, Doris D. Van mij het zendbeeld van schoonheid. Ja? Doris. Vind je dat een aantrekkelijke vrouw? Ja, wat prachtig, wat een mooie vrouw. Ja. Die had alles wat een vrouw moest hebben. Ja? Altijd lachend, vriendelijk. En ik zeg altijd, als een mens lacht, dan is hij nog een keer zo mooi als hij is. En dat is voor dames heel mooi. Of niet? Vrouw die mooi is en kan niet lachen, is niet mooi. Doris D. Beneath an open window, there stood a shy young fellow who played a comb and paper to serenade his love. He couldn't play a piano melody. En in deze tijd, in de 40 jaar, was het allemaal nog zo harmonisch en precies op elkaar afgestemd. Ja, je moet me niet naar de stijl kijken, want ik maak meestal één keer in de week schoon. Maar ik ben er deze week nog helemaal niet aan toegekomen. Ik heb het zo druk gehad. Maar ah, als het maar goed om smaakt. Nou, dan hoor ik een stuk boter op. Hup. Hup, zegt Kees. Dan moet je kijken wat er nou in gaat. Hup. Dat zit vol met vlees, hoor. Allemaal stukjes vlees. Ik zeg altijd, hygiëne staat bij mij bovenaan. En reinheid en schoonheid, dat is ook al lijkt het soms misschien een beetje anders. Nou, de voet moet natuurlijk ook gewassen worden. Ja, die wordt ook vuil. En bij die gelegenheid gebruik ik mijn voeten direct als een soort stamper om de was te doen. Dit is mijn was. Oh, waar heb ik weer honger, hè? Waar heb ik weer honger, hè? Hè, waar heb ik weer honger? Man. Is het zo slim? Ja, kijk die meneer eens even aan. Kijk eens, hier ben ik maar zeker. Hè? Je kunt wel vriendinnen natuurlijk, vrouwen hier uitnodigen, maar dan moeten wel hele bekenden van me zijn. Het schrikt toch een beetje af. Kijk, ik ga wel graag met vrouwen om en die ik dans en zo. En dat vind ik allemaal heel mooi. En ik ga wel eens met vrouwen zo naar huis. Ja, dat vind ik dan beter als dat ik ze hiermee naartoe neem. Waarom danst u graag met hem? Nou, omdat hij een fijn gevoel over me geeft. Ja? Hoe komt het? Heeft hij het? Ja, voor mij wel. Ja? Maar waarom wordt het dan niks tussen jullie? Nou, dat weet je nog niet. Wat nog niet is, kan nog komen. Stop! Stop! Stop!